Dat kerk en staat in Nederland gescheiden zijn, staat als een paal boven water. En daar zijn we uitermate trots op. Hier in Krimpen aan de IJssel ligt dat net even anders. Met als bewijs deze brug. De brug moet gemaakt worden. Dat gebeurt dan door de week en niet in het weekend. Klopt. De keuze was of een hele week afsluiten of vier weekendafsluitingen. En toen is er gekozen voor een hele week afsluiting. Want de mensen, de inwoners en vooral de gelovigen, die gingen daar niet mee akkoord. Nee, klopt. Die hechten eigenlijk in ieder geval aan die zondagsrust. Hoe belangrijk vindt u de zondagrust? Dag meneer. Heel belangrijk. Ja, waarom? Waarom? Ja, waarom? Gewoon heel belangrijk. Ja, ik heb liever dat de zondag rustdag blijft. Ja, dat zondag eigenlijk rust blijft gewoon hier, ook in dit dorp. Jij vindt het persoonlijk ook heel belangrijk dat die brug niet op zondag wordt gerepareerd? Ja, dat is ook gewoon wel een... Voor mezelf vind ik het wel belangrijk, ja. Waarom? Nou, omdat het de dag des Heren voor ons heilig is. Je hebt 6 dagen om te arbeiden en 7 dagen is de rust. Heb je meegekregen van boven? Heeft u meegekregen van boven? Iedereen. Ik niet hoor. Dat is jammer dan. Ja, dan mag u er toch wel eens om gaan denken. Belachelijk. Alleen maar om 2 kerkdiensten niet op de zondag te kunnen houden. En te verplaatsen naar elders. Belachelijk. Want de ondernemers lopen daardoor een hoop geld mis hier? Dat zegt men ja, inderdaad. Ik kan me voorstellen ook. En wij hadden de voorkeur aangegeven als men op vrijdag was begonnen. In het weekend had doorgewerkt en dan eerder klaar. Dat scheelt voor de ondernemers heel veel werkdagen. We mogen boos zijn op mij, maar ja. U komt daar gewoon vooruit? Ja, ik kom daar zeker vooruit, ja. Dat u niet van deze tijd bent? Nou, misschien niet, nee. Ik denk ook wel dat er meer is na dit 2016. Dus ja. U bedoelt ook na het leven, toch? Ja, denk ik ook, ja. Dus eigenlijk zit u meer daarop te wachten dan wat u nu aan het doen bent? Ja, denk het wel, ja. Ja. Het wordt alleen maar beter. Ik hoop het wel, ja. Ja. En een hoop rust ook daarna? Dat hoop ik wel, ja. Ja, zeker. En ook geen bruggen meer wat dan opspeelt? Nee, nou ja, ik hou het hierbij, meneer. Tot ziens. Dan hebben we het wel eens over het islam, hè, wat dan uit een achterlijke cultuur. Daar hebben we het dan over. Maar dit is er ook eentje hoor, hier in Krimpen. Dat zijn jouw waarden. En zo kennen we jou in Nederland. Dat mag je ook zeggen, want het is jouw goed recht, toch? Dan zien we ook wel ineens het ware gezicht van Krimpen, namelijk dat kerk en staat hier niet gescheiden zijn. Dat is echt SGP. Duidelijk. Dat zegt u niet met enthousiasme? Bepaald niet, nee. De oude tijden die leven hier weer. De verval. Verval van normen en waarden. Ja. Ik voel me echt een oude snikkel als ik zo sta te praten tegen jou. Het is dat je het zelf zegt. Ja. Zo zie ik in de politiek al eens staan kletsen. Maar, waarom doe je het dan? Achter de meiden aan, man. Je bent 26. Ja, nee. Ja, je raakt weer een gevoelige snaar. Wat? Nou, ik ben vrijgezel. Ja, maar... Dat begrijp ik wel. Nou... Gingen we een beetje de keel uithangen? Juist. En dat heb ik nou met sinds een paar jaar, hoor. Het is eigenlijk ook echt dat je je hele leven dan gelooft, omdat je dan na de dood dat er iets anders is. En dan ben je nu bijna dood en dan gelooft u niet meer. Nee, ja, nou kan er ook niks aan doen. Ik kan het nu onder woorden brengen. Waar ben je nu van? Van Poont. Oh, we staan wel te filmen. Ja, zeker. Van Poont. Een omroep, ja. Leuk, hè? Ja, maar u moet daar maar eens over denken. De zondagsrust, hè? Zorg dat u er niet nog weer in stinkt, hè? Nee. Dat is helemaal niet waar. Nee. Ze proberen er nog genoeg. Ik heb er nog lang heen die nog steeds buren. Oh, jij ongelovige, zeggen ze dan. Hou u sterk, hè? Ja, nee. Blijf voetbestuk. Goed zo. Oké. Rechte rug. Ja, bedankt. Dag.